Hebben jullie dat nou ook, vrienden? Dat je zoiets hebt van, nou ben ik net over die André Hazes heen, hè, met zijn Sarah. Dat heb je dan net, heb je net van je afgeschud. En nou krijgen we het volgende gedoe weer. Maar nou zitten we in één keer midden in het Marco Borsato geluiter. Dat hebben we nu in één keer aan onze fiets hangen. Ik bedoel, zitten we al bijna elke dag nu met het Songfestival. Nou, daar word je natuurlijk al helemaal knettergek van. Maar nou moeten we elke dag ongeveer aanhoren dat Marco Borsato, die is weer aan het daten met zijn Leontien. Jongen. En hebben we eerst daarvoor, hebben we al die huilverhalen gehoord en al gejammer en gejank van ik ben zo zielig geweest. En nou gaan we weer voorzichtig daten. En het is allemaal nog zo pril. Maar de grootste giller is dat die Borsato, die komt nu vertellen, ja, we spreken nu dezelfde taal. Daar zeg! Hallo! Hé! Die krijgen wij niet gaan wat lachen, hoor. Maar die Borsato wel. Hoe is het toch mogelijk? Hoe lang is die gozer getrouwd geweest met die bordendraaier, met die Leontien? Die weet ik veel, een jaar of 20. En die hebben dus 20 jaar lang, heeft hij dan andere taal gesproken. Dus zij sprak dan Fins en hij spreekt dan Chinees. En dat zit dan een beetje langs elkaar heen te leuteren. 20 jaar lang. Hey. Ja, dat is ook moeilijk, want dan zij in de keuken. En hij begint in Chinees en zij weet ook niet. Ja, en dan zegt hij, geef me de peper aan in het Mandarijn. Ja, dat kan zij natuurlijk niet verstaan. Dat snap ik wel, met haar Finse achtergrond. Ik kan dat wel begrijpen. Ja, dan wordt het ook heel ingewikkeld om een huwelijk in stand te houden. En zeker als je daarnaast nog een keertje op de pianiste gaat liggen en weet ik veel wie nog meer. Tja, want dan kwam dan in één keer naar buiten met een megafoon. Ging onze Marco laten weten dat hij was vreemd gegaan. Maar ja, dan is het ook geen vreemd gaan meer. Nee, Marco, vreemd gaan is de bedoeling dat je dat stiekem doet. En niet, bro, kijk mij eens eventjes op de pianiste liggen. Nee, dan heeft het geen zin. Dan is het gewoon, ik lig op de pianiste, punt. Jongen. En nu heeft onze Marco laten weten, we spreken dezelfde taal. Dus, het kan niet anders dan dat hij en de Leontien, die zijn natuurlijk samen naar de nonnen in Vught geweest. Ja, want daar kijk je de koptelefoon op en die nonnen hebben natuurlijk gezegd van, nee, we gaan nu één taal spreken, één taal. Nou, we spreken gewoon alle twee, jij Leontien en jij Marco, we spreken één taal. Nou, en dat hebben ze dus allemaal geleerd op die koptelefoon. En nu, bij God, ik weet niet welke taal ze nu spreken, maar ze spreken nu in ieder geval één en dezelfde taal. Misschien Cypriotisch, of weet ik veel wat. In ieder geval, dat spreken ze nu samen. En nu kunnen ze elkaar begrijpen. Is dat niet een prachtig verhaal? Is dat nou niet romantiek? Ter voeten uit. Nou, ik ben er klaar mee.